In 1530 verdween Noord-Beveland met de Sint-Felixvloed grotendeels in zee. Maar de kerktoren van Kortgene bleef staan en is daarmee nu een van de oudste bouwwerken van het eiland. En in die toren hangt Suzanne. Suzanne is de klok. 900 kilo zwaar, mooie bronzen klok die er al eeuwen hangt. Heel belangrijk ook voor de inwoners van Kortgene, want ze geeft de tijd aan. Ze kondigt de kerkdiensten aan, maar ze wordt ook geluid bij brand of gevaar. Op bijzondere momenten dan luidt de klok en dan is het hele dorp Kortgene bij haar geluid bepaald. Zullen we Suzanne even gaan bekijken? Ja, graag. Het is een flinke klim, maar wel een mooie tocht. Ik heb de treden nooit geteld, maar het zijn er heel wat. Ja, daar is ze dan. Ja, daar is ze, de klok Suzanne. Een prachtige bronzen klok, in 1661 gegoten. In Frankrijk door de beroemde beeldhouwer, klokkengieter Léonard Hervé. Een chique klok dus, maar hoe komt zo'n klok nou in Kortgene terecht? Ja, ze heeft inderdaad een hele hoop meegemaakt. Ze is afkomstig uit Frankrijk, Noirmoutier. En in de jaren 70 van de 17e eeuw waren Frankrijk en Nederland in oorlog. Luitenant-admiraal Tromp die heeft Noirmoutier veroverd. En die heeft op dat moment als oorlogsschat heeft die 6 bronzen klokken meegenomen. 6? Dus Suzanne heeft familie? Ja, er zijn er in totaal 6 geweest. Waar die andere gebleven zijn, dat weten we voor een groot deel niet. Van 1 andere is bekend. Marianne, die hangt in Oud-Loosdrecht. En hoe is Suzanne dan hier terechtgekomen? Dat weten we niet helemaal zeker. We veronderstellen dat ze Tromp de klokken heeft overhandigd aan de Staten van Zeeland. Deze toren heeft dus lang onder water gestaan vanaf 1530. En op een gegeven moment is hier weer een kerk aangebouwd, 1689. Vermoedelijk hebben de Staten van Zeeland de klok toen gegund aan Kortgene als teken van hoop. En waarom heet ze nou Suzanne? Bij het gieten en bij alle beslissingen rondom het ophangen in Noirmoutier waren allemaal mannen betrokken, maar 1 vrouw, Suzanne Porteau. Naar haar is de klok genoemd. Zij was bij de naamgeving betrokken. Vraag me altijd af of zij ook gedacht heeft aan het Bijbelse verhaal. Dat zou ik wel mooi vinden, want dan staat het ook symbool voor. De stem van degene aan wie onrecht gedaan is, die blijft toch klinken.